Ik loop sinds 12 jaar hard. En de eerste tijd was het gewoon af en toe wat we met mijn vader hardlopen. Maar eigenlijk sinds een jaar of 11, 10 echt fanatiek niveau. Dus zeg maar 6, 7 keer in de week. En mediteren ben ik zo mee begonnen 3 jaar geleden. En daarvoor ging ik af en toe wel eens voor mezelf zitten. Maar echt sinds 3 jaar probeer ik wat regelmatiger te mediteren. Eigenlijk is het meer zo dat het mediteren van invloed is geweest op de manier hoe ik het hardlopen ben gaan beschouwen. Dus voorheen was het vooral de prestatie gericht, proberen voor die wedstrijden, dat is nog steeds zo. En ik voel me fitter door, dat is nog steeds zo. Maar daarnaast en vooral als ik in mijn eentje ga lopen in alle rust in een bos, dan is het eigenlijk ook een soort van actieve meditatie, dus een bewegingsmeditatie eigenlijk. Zodat je heel bewust bent van hoe je voeten de aarde raken en rustig wegtikken. Zodat je langzaam in een ritme raakt en heel bewust bent van je ademhaling. En heel bewust bent van welke gedachten opkomen en hoe ze weer weggaan. En die gedachten worden in je hoofd worden steeds minder. Die grote babbelaar die hier voortdurend doorgaat, wordt steeds minder. Dan zie je ook steeds meer de pracht van de omgeving om je heen. Ik heb laatst een boek gelezen van Michael Bauer. Dat is een Oostenrijkse monnik. Die gebruikt ook hardloop actief in zijn praktiseren. Dus hij gaat elke dag hardlopen. Hij doet het op een heel rustig tempo. En ook echt vanuit zijn mond dicht en vanuit zijn neus ademhalen. En in alle rust loopt hij in zijn eentje in de stilte door het bos heen. En hij heeft daar zijn ervaringen van in een boek geschreven. En heel veel wat ik in dat boek gelezen heb, herkende ik ook wel vanuit mijn eigen ervaring met lopen. Als je gaat lopen, dan je tikt langzaam die grond onder je weg. En je gaat heel bewust in, uit en heel rustig. En tink, tik. Eigenlijk hetzelfde als je gaat zitten op een kussentje. En voortdurend gaan hier gedachten om je heen. Die merk je op, maar op een gegeven moment je herkent ze, die grote babbelaar, die gedachten. En je zegt oké, en dan ga je weer lekker rustig doorlopen. En als je zo langzaam loopt, dan kom je misschien een boom tegen die je al honderden keren voorbij bent gelopen. Maar ineens zie je die boom op een heel andere manier. Je kijkt met een frisse kijk de wereld in. We zitten in de Utrechtse heuvelrug, hebben hele steile heuvels hier en lange tempo's. En dan is het heel zwaar die heuvels op te lopen. Maar dan merk ik ook gelijk met het, denk ik terug aan het kussentje. Als je zit, komt ook dingen naar boven die je denkt van oh, dat is angst of pijn. Of zeker als je langer retret doet, denk ik van dit doet er heel veel pijn. Oké, maar ik heb die pijn, maar ik ben die pijn. Dus oké, ik ben een atleet die hier loopt en ik heb het zwaar. Ik heb het zwaar en het is oké. En dan ga je dan gewoon letterlijk gewoon op je bezig en op je ritme, op dingen.